We gaan door naar de regio Gelderland Midden in Barneveld op de Hessenweg. Surveillant Marcel en Michel hebben een Citroën-bestuurder in het vizier die veel te snel rijdt. Marcel heeft een trajectmeting gestart. Is hier toegestaan? Oh, 80. De eerste meting moet noodgedwongen worden afgebroken. En ondertussen neemt de bestuurder bij deze gevaarlijke kruising geen gas terug. De surveillanten starten een nieuwe trajectmeting. Een jump. En die jumpmeting komt uit op een gemiddelde snelheid van hoeveel, Marcel? 99 gemiddeld. Nieuwe jump. Afgeknapt, 101 gemiddeld. De bestuurder heeft zijn bestemming bereikt en Marcel spreekt hem aan op zijn rijgedrag. Hallo, politie. Jo, jo. Je meent het. Ja, echt wel. Marcel de Jong. Hoi, sap. Sap. Van mijn rijbewijs alsjeblieft. Ja. Ligt hij meer mij ook even? Kijk eens. Hoi. Goedenavond. Goedenavond. Hi. Alisser. Dag, Alisser. Ik zag die grote toeter al zitten achterin. Ja? Met die camera bedoel je? Ja. Het is dit. Nou, ze zeggen dat dat een rijbewijs is. Wat een vies ding, joh. Hey, je rijdt als een dolle. Viel mij toch. Het stukje wat we gemeten hebben, komen we op 101, 80. Dat valt mee, lijkt het. Maar het is allemaal bochten. Ja, ik ken de weg. Ja, dat is te zien. Alleen, het is niet een afgesloten weg. Nee, dus nee. Daar met, als je daar te hard kan rijden, dan heb je flink je best gedaan. Je krijgt in ieder geval een bekeuring. Waarvoor? Snelheid. Voor die snelheid, ja. Ja? Ah, mooi, even blaastestje doen. Is goed. Dan kijken we wat de rest van de auto nog een beetje nodig is. Auto van jezelf? Ja. Koop? Nee. Geen idee. Ben je me graag kwijt? Misschien wil je het beeld even zien. Dan kan mijn collega het even uitleggen wat hij bedoelt. Ja, die heb ik nog niet. Zat Michel. Rij je op een weg waar je 80 mag? Nou goed, deze meting die hebben we lopen. Alleen uiteindelijk kunnen we hem niet afmaken. Dat heeft de reden omdat je het 60 kilometer zone inrijdt. Mm-hmm. We zijn er net niet dicht genoeg bij om jou uiteindelijk uit te kunnen klokken. Maar goed, je ziet daar op de teller al staan dat jij er 100 hebt gereden. Mm-hmm. Op de 80 stuk. Er komt dadelijk een kruising aan. Ja, die grote kruising. Deze kruising, mm-hmm. Daar blijf je zonder gas terug te nemen, mm-hmm. Überhaupt. Laat staan te remmen. Ga je de kruising over. Ja. De collega die zat hem nog een keer opnieuw. En we houden een afstand. Nou, fijn. Ik ben een stukje van de band kwijt, dus ik kan je niet alles laten zien. Mm. Hoe spijtig het ook is. Heb ik dat weer. Ja. Is dat een stukje van de band kwijt? Een stukje van de band kwijt. Ik denk dat is te erg om te laten zien. Ja. Zal mij wel erin. Ja, ik kan hier helaas niet alles laten zien. Maar jammer. Ik ga wel een blaastestje met je afnemen. Ja, kom maar op. Pak even het apparaat erbij. Blazen. Stop maar. Een P. Een hele snelle P in ieder geval. Voor mij een verklaring voor je snelheid. Ja. Dat zei zo, oké. Ik doe er ook artikel 5 bij. Dat is een algemeen artikel voor gevaar veroorzaken. Mm-hmm. Ik vind als je zo over zo'n weg heen rijdt, mm-hmm. dat je daar extra voor beloond moet worden. Mm, yeah. Dat kan echt niet. Ja, ja. Ook al ben je er 3 minuten geleden geweest. Ja. Er rijdt allemaal ander verkeer, andere mensen. Ja. Ondertussen heeft Michel het kenteken nagetrokken. Ik heb contact gehad met de douane. Je staat gesignaleerd. En dat houdt in dat wij jouw auto mee gaan nemen. Okay. Die wordt zo dadelijk opgehaald. Ja. Ik word er zo dadelijk over teruggebeld. Rijbewijs, heb jij die nog nodig? Nee. Krijg je die wel terug? Ik heb een telefoonnummer voor je waar je maandag mee kunt bellen. Mm-hmm. Om waar het om gaat. Om te regelen wat je moet regelen. Mm. Ik denk dat je zelf wel weet waar je naartoe bent, toch? Of niet? Ja, wel. Toch wel? Of niet? Ja, doe maandag maar. Oké. Heb je nog iets van spullen uit de auto die je mee wil nemen? Nou, 4 kilo kookruit. Gauw wegstoppen. 4 mag. Zorg ervoor dat wij het niet zien. Even kijken. Goed. De firma Swink haalt hem op. Gezellig. Vaste klanten. Vaste klant? Ja. Vertel. Geweldig. Het staat allemaal wel in het systeem, hoor. Ik denk dat de sleutel. Oh ja. De naam van mijn familie wel goed in gouden letters gedrukt zat. Het gaat in ieder geval om de belasting. Mm-hmm. Dat die niet betaald is. Ja. En als die een aantal keer niet betaald wordt en de aanmaningen ook niet betaald worden, niet op gereageerd wordt, ja. Dan krijg je dit. Oh. Dat je op een gegeven moment vanzelf gesignaleerd komt te staan. Mm-hmm.
En dat we de auto meenemen. Ja. Nou, je kunt beter gewoon in één keer regelen dat het goed is, toch? Ja. Maandag krijg je ook te horen hoe hoog het bedrag is. Mm-hmm. Als je dat allemaal betaalt, kun je hem komen halen. Oké. Okay. Dat is in ieder geval wat ze mij hebben verteld. Krijg je ook weer gewassen terug? Ik ben er bang voor. Nou. Hij is zo mooi schoon. Als hij niet te lang blijft staan, dan komt er geen stof op. Oké. Okay. In ieder geval bedankt voor de medewerking. Ja. Jij ook bedankt. Succes ermee. Fijne avond. Fijne avond. Oké. Okay. Hoi. Kennelijk heeft deze bestuurder niet aan zijn betalingsverplichting voldaan en daarom wordt zijn auto voorlopig afgevoerd. Voor zijn rijstijl krijgt de man een artikel 5 aan zijn broek en de officier van justitie zal zich verder over deze zaak buigen.